Dit is een oefening om te zorgen dat u uw rug zo min mogelijk belast tijdens het staan. Het is belangrijk om bewust te zijn van uw staahouding. Wat we gaan doen, is we gaan op heupbreedte staan. Zetten de armen over elkaar heen. Als het goed is, voelt u nu dat de spieren gaan aanspannen. En vooral rondom de lage rug en het bekken. Mijn schouders staan nu naar voren en mijn knieën staan nu op slot. Dit is uiteraard geen goede staahouding. Als we de armen achter ons langs zetten en zetten ze op de rug, staan we nu als een bondscoach. Mijn voeten en knieën staan op heupbreedte. En als het goed is, voel je nu dat de spieren weer gaan ontspannen. Mijn knieën zijn nu van het slot af en mijn schouderbladen staan een stuk naar achter. In deze houding staan we meer neutraal en ervaren we ook minder spanning in het bekken en de lage rug. Dus dit is een goede staahouding. Gaan we de armen weer over elkaar heen brengen, voelen we gelijk weer dat de spanning toeneemt in de lage rug en het bekken. Brengen we de armen weer achterlangs, zoals een bondscoach. Voel je dat de spanning in de lage rug en het bekken afneemt. Tegelijkertijd zijn de knieën nu licht gebogen en de schouderbladen staan ook meer naar achter.